De Week Van staat deze week in het teken van de Rode Markt. Wat er allemaal gaat gebeuren tijdens deze feestweek hoort u straks, maar eerst wat over de geschiedenis van de Rode Markt. Vrijdag is het zover. Vanaf dan is het 6 dagen lang feest in Rode. Zo is er de Rode Nacht, de Rode Marktparade, de Paardenmarkt en de Jaarbeurs van het Noorden. De Rode Markt is eeuwen geleden al ontstaan. Aan het eind van de zomer worden traditiegetrouw paarden en koeien verkocht in het dorp om zo nog wat geld te verdienen voor de winter. In 1953 komt er naast de paardenmarkt ook een landbouwbeurs waar de nieuwste trekkers te zien zijn. De beurs wordt georganiseerd op het Jaarbeursplein in Rode, waar het nu nog altijd gehouden wordt. Nou, in het begin was het dus alleen een landbouwbeurs en daarna is het... kwam er ook steeds meer omlijsting bij. Een feesttent, een bandje erbij, dansen. Maar het was toen alleen walsen en een foxtrot. En daarna is er voor gekozen om meer een consumentenbeurs te gaan houden. En nagelang meer dan tijd verstreken, in de jaren 70, jaren 80, zijn de feesten rondom de jaarbeurs, de zogenaamde jaarbeursfeesten, steeds omvangrijker geworden. En in die tijd kwamen hier grote artiesten uit die tijd, zoals de Mounties en Jan en Zwaan en noem maar op. Het hele dorp kwam hierheen om deze artiesten te zien. Zo krijgt de Rode Markt een steeds belangrijkere functie in het dorp. Iedereen helpt mee met de opbouw en geniet van het feest. En zo is het nog steeds. Wat je ook ziet is dat heel veel mensen die niet meer in Rode wonen, dat die terugkomen. Dat betekent ook dat het reuniegehalte heel erg hoog is. En het gezien, zien en gezien worden is een belangrijke functie. Nou ja, dat mag je sociale contacten noemen, maar dat is wel een belangrijk onderdeel. En wat ook heel leuk is, is dat heel veel mensen, zeker de autowoners, met de Rode Markt de beste kleren aantrekken. Maar dat hoort er ook bij. Geert Wolters is vorig jaar na 16 jaar gestopt als voorzitter van de jaarbeurs. Hij heeft de Rode Markt zien groeien tot een van de grootste feestweken in Noord-Nederland. Nou, wat me altijd bijblijft is in de voorbereiding van de jaarbeurs, het werken met al die vrijwilligers hier. Er zijn meer dan 30 vrijwilligers die hard werken, een hele week lang. En die samenwerking en dat gezellige gezeur, dat gauwhoer, dat is zo prachtig van de Rode Markt en van de jaarbeurs. En dat zal ik missen. Nou, ik ga weer aan het werk. Ik moet mijn bleek er even op hangen. Ja? Veel bewoners van verzorgingshuis De Hulle in Rode waren als kind al bij de eerste edities van de Rode Markt. Zoals mevrouw Pater. Maar voordat ze naar de markt mocht, moest er thuis op de boerderij nog wel wat gebeuren. Wij moesten aardappels rooien. Dat was gewoon de oude prik. En dan zei mijn moeder, jongens, als de aardappels voor de Rode Markt er niet uit zijn, gaan jullie niet naar de Rode Markt. Nou, dan moest je zien hoe snel nog die aardappels uit de grond wegwouwen. Dan poetste mevrouw Pater nog snel haar klompen en haastte ze zich naar café Scheepstra. En dat was heel gezellig, want daar ging de jeugd naartoe. En dan probeerden ze nog eventjes een meisje te versieren. En die wou wel mee naar de poffertkraam, maar ja, de jongens die wou liever een beetje verkering natuurlijk, hè. Daar was die poffertjeskraam ook eigenlijk ook voor, hoor. Mevrouw Pater wil dolgraag nog een keer naar de Rode Markt, maar ze is slecht ter been. Daarom deze oproep. Als er eentje is die met mij naar de Rode Markt wil, wel graag. Misschien is het mijn laatste keer. Wilt u met mevrouw Pater mee? Stuur dan een mailtje naar redactie@rtvdrenthe.nl. Tada! Er wordt hard gewerkt op het Jaarbeursplein. Hier gaat het tijdens de Rode Markt allemaal gebeuren. We hebben dus een beurstent waar de standhouders staan. En we hebben hier de feesttent waar allerlei activiteiten staan. Bands, allerlei shows voor jong en oud. De opbouw wordt gedaan door een groep fanatieke vrijwilligers. Ik woon pas in Roden. Ik doe voor het eerste jaar mee. En ik vind het heel interessant en leuk. Ik ben de staattafels even weer aan het fatsoeneren. Die zijn vorig jaar natuurlijk ook gebruikt en dan... Ja, dan zijn ze wat beschadigd en wat vies en wat smerig. In de tent die deze mannen nog druk aan het opbouwen zijn, komen zo'n 40 ondernemers uit Rode te staan. Zoals Bert-Jan Stadman van de lokale wijnwinkel. Op de jaarbeurs krijgt hij een hoek waar de bezoekers wijn kunnen proeven, net zoals in zijn winkel.
We gaan met het huis Tariquet gaan wij maken op de nieuwste manier wijn uit de Coscogne. En ze werken met nieuwste technieken en dat geeft een hele frisse, ambachtelijke smaak. En vooral die frisheid, dat willen we laten ontdekken en proeven. En hoe smaakte het wijntje, mevrouw? Hij was heerlijk. Het was echt, echt heel lekker. Vrijdagmiddag is de opening van de jaarbeurs van het Noorden. De toegang is gratis. Hey, we staan op camera. Morgen in de Week van de Rode Markt zijn we onder meer bij de voorbereidingen van de Rode Marktparade.